Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je kokkeltjes à la marinière. De ingrediënten. Wat hebben we nodig? Gewassen kokkeltjes, tomatenkompot, opbindtouw, groentebouillon, witte wijn, look, rozemarijn en tijm. We beginnen met de tijm en de rozemarijn. Dan gaan we mooi wassen. Hier hebben we wat opbindtouw. Dus wat gaan we doen? We gaan eigenlijk mooie kruidenpakketjes maken. De tijm en de rozemarijn. We gaan mooi opbinden. We gaan een teentje look nemen. Mooi plekken. Mooi fijn hangen. Olijfolie in de pan doen en we gaan de look mooi aanbakken. Zodra de look hoogbruin begint te kleuren, gaan we de rozemarijn en de tijm ook mee aanstoven. Een mooie kokkeltje erbij. Peper. Een beetje witte wijn. Groentebouillon. En hier hebben we tomatenkompot. Tomatenkompot, die hebben we al eens gemaakt in een vorige uitzending. De receptuur kunt u terugvinden op firstclass.tv. Dus we gaan nu de kokkeltjes mooi opbakken. En je ziet, dat moet echt niet lang opstaan. Een minuutje of twee, max drie. En je ziet ze mooi openkomen. Nu gaan we de jus nog een klein beetje laten inkoken. En je ziet, onze tijm en rozemarijn die blijven in het bundeltje. Dus we hebben niks van kruiden die eigenlijk in de jus zit. Mooi de jus erover zit. Kokkeltjes à la marinière. Iets dat ik altijd eet in Ibiza als ik op vakantie ga. Dat is echt vakantiegevoel voor mij. Dit samen met een glaasje rosé. Super lekker. First class. Smakelijk, tot de volgende keer.